De parade is voor veel theatermakers en bezoekers elk jaar weer één groot feest. Maar volgens de jonge spelers van La Isla Bonita, net afgestudeerd aan de toneelschool, is het ook keihard werken. Een soort van schoolreisje 2.0. Ik bedoel, het is hard werken en het is elke dag weer schouders eronder en jezelf weer proberen opnieuw uit te vinden. En dat is ook juist het hele toffe. Dus het is werk gecombineerd met heel veel leuke dingen. Hoe trek je nou mensen die nog onbekend zijn met jullie naar jullie voorstelling toe? Nou ja, ik speel dan ook echt een hondje, dus ik kruip over de vloer en ik ga echt bij mensen op schoot. En ik laat ze over het algemeen schrikken en dan praat ik met ze. Dus ik leg heel kort en bondig uit waar de voorstelling over gaat. Best bezocht blijven toch de voorstellingen van de al doorgebroken cabaretiers, zoals Alex Klaas en Henry van Loon. Zij zijn terug met Neuken is voor meisjes. Maar speciaal voor Amsterdam zijn er nog veel meer shows zeker de moeite waard. Little Ariel Black, dat is ook een hele mooie voorstelling. Ik heb hem nog niet gezien. Maar ik heb van horen zeggen dat het een hele speelse toffe voorstelling is. Saman Amini met een samenloop van omstandigheden. Het is muzikaal, het is tekst, het heeft inhoud. En hij spreekt op zo'n manier tegen het publiek dat ik denk dat het heel intiem is en een bijzondere ervaring. Wat maakt het Amsterdamse publiek zo bijzonder? Volgens mij voelen Amsterdammers zich heel vrij en heel thuis op de parade. Wat een heel... frivole sfeer met zich meebrengt. De zweefmolen kennen we nu al een tijdje, maar om toch elke keer weer vernieuwend te blijven is er dit jaar het Parademuseum bijgekomen. Parademaakster Juna Couvet leidt ons rond. Voor het eerste jaar een echte grote tentoonstelling is een van de grootste tenten op de parade. Het hele seizoen lang, elke stad, elke dag. We hebben hier een hele fijne zitplek, banken, niet van hout. De parade is er nog tot 28 augustus. En elke dag begint er ook om 2 uur de kinderparade met speciale voorstellingen.